Standhouders van Markt Zuid zijn bezorgd om de plotselinge veranderingen die de markt ondergaat. Onder andere zijn ze verrast met de aankomst van Chinese standhouders. Op zich is dat volgens hen geen probleem. Wat hen echter verbaast is dat standhouders die jarenlang verkopen op de markt brieven hebben ontvangen met de mededeling dat ze moeten verhuizen naar een andere stand. Hun huidige stands worden dan afgestaan aan de Chinese, klagen de standhouders. Het zijn vooral de beste stands van de markt die langzaam maar zeker aan de Chinese ondernemers worden gegeven, zeggen ze. Hoewel de standhouders dit probleem hebben aangekaart bij de nieuwe marktmeester Cyrano Walker, komen er geen veranderingen, nog enige uitleg. U hoort enkele bezorgde standhouders van Markt Zuid. Er is een probleem, maar de man komt bijvoorbeeld. De man zegt dat hij moro voor in een sidia zo zo. Maar of de man komt concurreren dan een strijd, de man komt constrijd. De Chinezen die komen en willen de voornaamste de hoekgedeelte van de markt, als het ware het zicht van de markt. Terwijl er mensen waren die al dat deel hebben, toch? Als die mensen niet komen is het weer, want anders dan neem je toch een deel. Maar als we kijken naar daar, dan zien we dat grijze ding daar was van zus binnen, hebben ze genomen. Het wordt ook van een Chinees, dat weet ik omdat ik zus binnen persoonlijk kent. Maar dat ding was niet zo. De man vindt dat hier, een mooie legie. En dan moet je gewoon toe sneezen om te bezet de lege plek. Maar later je dit ook nou, dan sneezen je kon. En bepaald zo moet je om een jaar in een woord moet verhuizen. En ik vind dat ik dat nog doen. Als je sneezen gewoon komt, dan moet je moeksen. Dan moet je apart. Als je dat gewoon heel jugo nou in een woord. Ik vind het onrecht dat sneezen gewoon komt moeksen. Als dat man heb je afgekomen, als dat gewoon moeksen. Dan kijk de mevrouw en de meneer achter mij. Zoveel jaar in de markt als ze moet verhuizen. Verhuizen kan waar? Wie kan voor ze bouwen? Wie kan ze wat geven? Enkele van de standhouders van Markt Zuid over de huidige ontwikkelingen. Geruchten al zou de markt verkocht zijn aan de Chinese ondernemers, wordt echter ontkend door minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling. Hij bevestigt wel dat de Chinezen toestemming hebben gekregen voor het opzetten van stands. Op een gegeven moment heb ik persoonlijk afgelopen jaar een bezoek gebracht aan de markt. En het was gewoon verlaten. De vishal was gewoon met één of twee marktvensters daar. In de andere delen van de markt waren de grote delen niemand. En op een gegeven moment heb ik de DC gevraagd om uit te kijken naar mensen om de zaak weer draaiende te maken, aantrekkelijk te maken en van de strategische ligging van Markt Zuid profijt daaruit te trekken voor de marktventers, voor de markt over het algemeen. En dat is gebeurd dat men op een bepaald moment met een groep Chinezen die belangstelling hebben getoond en die willen investeren, maar die gewoon een standplaats hebben aangevraagd zoals alle anderen. Wel zijn ze in groepsverband en zij zullen dan investeren daarin, maar geen zin te bedoelen dat de markt wordt overgedragen aan mensen. Minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling over de perikelen op Markt Zuid. De bewindsman is van mening dat de investering van de Chinese ondernemers ervoor zal zorgen dat de markt een betere imago krijgt.